Yes, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is natuurlijk Alwin Kleinsma. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe GTA 5 onderwereld video op mijn kanaal. En vandaag is het tweede deel van de Familie K huiszoekingsvideo. De vorige video was enorm spannend, heb je nog niet gezien? Check die dan sowieso eventjes. Dankjewel voor de support op die video. De views zijn echt keihard gegaan. Echt in 3 dagen al 11.000 views of zoiets. Dus het is echt fantastisch. Dankjewel daarvoor. We gaan proberen de Bearcat te onderscheppen. En vervolgens gebeurt er nog iets wat eigenlijk niemand had verwacht. Dus ik ben heel benieuwd of jullie het wel hadden verwacht. Ik zou zeggen, abonneer mijn kanaal als je mijn video's leuk vindt. En ik zou zeggen, geniet van de video. Let's go. Er staan nu 2 auto's klaar. 3 auto's klaar. Aan de achterkant. Nou, als de auto's aan het klaar te zijn, dan... Ze zijn bij het appartement, ze kunnen nu naar binnen lopen. Huh? Welke? De tweede. Paletto, naast het garage. Naast het garage. 1079, 1061. We staan bij de verkeerde. Ze gaan wegrijden. Rijden ze weg? Ja, ze rijden weg. Goed. Top. Hij is dus bevestigd dat hij daarin zit? Ja. Maar duidelijk dan, zorg dat hij de tunnel inrijdt zo. Ons plan om de Bearcat de tunnel in te leiden was niet gelukt. Hij bukte zo door de auto's heen om de tunnel te vermijden. Kijk hier even. En voordat we verder gaan met de video wil ik eventjes jullie attenderen dat er dus een giveaway is gedaan. En ik heb de uitslag. Ik heb de uitslag van 2 winnaars bekendgemaakt. Wil je nou weten wie er gewonnen heeft? Kijk nou even op mijn Instagram en dan zie je precies wie er gewonnen heeft. Dus in ieder geval gefeliciteerd die 2 winnaars. Dankjewel voor het meedoen. En de rest allemaal enorm bedankt voor het meedoen. Niet getreurd dat je niet hebt gewonnen. Er komen enorm veel giveaways nog aan. Want de support is keihard en ik wil jullie daarvoor belonen. En hopelijk zie ik jullie bij de nieuwe giveaway op mijn kanaal. Tito, zit jij daarin of niet? Locatie. Nee, maar ik ben daar niet voor. Wat voor wapen heb je, Tito? Ik weet niet. Tijden bij ziekenhuizen natuurlijk. Oké, Tito. Stop maar. Stap maar bij mij in. Snel. Komen ze HB? Nee. Oké, probeer maar. Ik weet niet. Ik dacht dat links en rechts raam open was. Probeer hem daar de bestuurder dood te schieten. Ja. Geen nut, hè? Dit is geen nut om te schieten. Jezus. Gek, gaf ik Tito. Hey, als iets rijdt, rechtuit moeten staan voor mij. Rijdt iets gewoon door, alsof je er met je huis vandoor rijdt. We zijn nu bijna bij oud ziekenhuis. Maar iemand rijdt voor, wacht. Dat schijnt als raam op, denk ik. Hij gaat snel van bij A richting Sandy. Wat doet deze man? Ik ging ervoor hangen, maar ja. Victor. Gelukkig is inderdaad het antwoord op. Ik kijk voor de schoen, die heeft een beetje snijpen. Ik ga niet door naar voorraam schieten. Een paar kogels los te zoeken, dan moet je dat wel. Ik ga snijpen, boys. Ik schiet er onderheen, maar het gebeurt niet. Inderdaad, kijk. Okay. Dit maakt snel een report. Ik word geschoten alweer, dat ik blijf even willen. Ik heb de zoelen schieten alweer, hè? Vanaf waar worden we geschoten? Oh ja, hier. Oh, ik had gehoord dat ik ging crashen hier. Ja, ik ook. Ik heb die zoelen beuken. Waar reed je nou heen? Recht niet gevangenis. Cool. Probeer hem klem te rijden in die post, die grenspost hier al, ja. Hij beukt hem er gewoon doorheen, hè. Hey, nooit mensen, ik ben bijna gevangenis, ik ga Miel pakken. Nou, probeer hem gewoon vast. Oh, hij rijdt rechtdoor, hij rijdt door naar Paletto. Hij heeft gewoon een rondje om de stad heen gemaakt. Als jij hem stil staat, dan switch ik auto's om. Hij draait om, hij draait om. Hij gaat keren. Hij gaat niet meer. Hij gaat terug richting gevangenis. Ik kan geen mini AK uit de auto halen. Hey, duw hem door, naar de andere kant van de weg. Heli staat op gevangenis. Goed zo. Rustig met rustig. Ja, mag ik. Ah, die gaat van het dak snijpen, sowieso. Ah, ga lager, dan schiet ik op hem. Kijk uit, boys, kijk uit. Die Bearcat staat nagenoeg stil in één keer. Jongens, wapen. Jongens, wapen trekken. Uitstappen allemaal! Hey, uitstappen, laat ze uitstappen, boys. Richt uitstappen. Uitstappen nu! Uitstappen. Waar zijn jullie locatie? Uitstappen! We staan bij... Hij stuurt half open, deze kant. Naar deze kant. Sniper, leuk,
zijn het van Klaus? Wat doe je, broodje Power Gaming? Albin, nee, Albin, stap in, Albin. Stap in. Nee, iemand, dek Albin, dek Albin. Power Gaming. Albin is dood, fuck. Nee, ik ben niet dood. Rijd. Bij die Bearcat. Bearcat is gemaakt. Oh, geen repair in het scenario. Ja toch. Maar gevangenis is nog steeds prima, hè? Nou, ik weet niet of dat mag vanaf de grond. Dan zit ik hem overhoop, gek. Bearcat is in de gevangenis nu. Ja, Bearcat is in de gevangenis. Rij maar weg dan met z'n allen. Kom naar Sandy Airfield. Gepanzerd man, ik heb heel mijn AK gemijd, ze gaan niet dood man. Ik heb 40 kogels eruit gespreid op die raamgever. Ja, maar maat, we hebben gewoon van alles geprobeerd, alleen dit gaat gewoon nergens over. Ja, we moeten even zeker weten of die nou in garage of in de gevangenis zit of niet. Op dit moment waren we even aan het overleggen wat nu handig is om te doen. En toen we in gesprek waren, gebeurde dit. Goeiedag heren. Goeiedag. Hey, wij gaan hem cancelen. Wat cancelen? Ja, hij zit momenteel in de gevangenis voor het medeplichtig zijn aan het poging moord van een ambtenaar. En het vluchten, in ieder geval poging moord ambtenaar, daarbij met alle gevolgen van dien, aangezien jullie hem proberen uit te breken, daarbij ook tot poging betrokkenheid, poging uitbraak. Daarvoor zit hij momenteel in de cel, dus huiszoeking die is op dit moment gecanceld. Gefeliciteerd jongens. What the fuck? Oh. Gast, kijk hoe hij het zei. Hey, maar luister dan boys, we hebben wel geregeld waar we voor gekomen zijn, toch? Ja. Kunnen we hem niet uitbreken? Dat denk ik niet in die isolatie. Nee, dat denk ik niet. Die Sam heeft te veel gerookt hoor, die is helemaal gek. Hey, ik ga wel, ja? Nou boys, succes en sterkte ermee, hè. Als wat is jongens, laat weten, ja? Ja, Alwin, thanks Wiles. Dankjewel. Fijne avond. Hey, Alwin, bedankt man. Als er ook iets zit zodat wij kunnen helpen, doen we het graag man. Tuurlijk, komt goed. Ciao. Goed. We hebben gekregen waar we voor gekomen waren. En dat was de huiszoeking niet door laten gaan bij familie K. We reden met heel Wiles weer terug naar de stad. Tot ik een belletje kreeg en er vervolgens dit gebeurde. Nou, volgens mij was ze gewoon een lok en wordt hij gewoon teruggetransporteerd naar zijn appartement. Er komt toch nog een huiszoeking, want... Ja, Zulu is weg. De Zulu is weg. En waar weet ik die naartoe? Een Bearcat? Bearcat staat daar in die opening van die poort. Maar vraag om een bewijs aan de politie dat hij oprecht in de cel zit. Ik gooi er snel een tweetje uit, maar er werd niet op gereageerd door de politie op Kamar. Ik weet niet, ik heb zo'n vaag gevoel dat ze naar Palito gaan, man. Wat is een plek waar je ben met onderweg. Een redelijk kan landen dan? Misschien Palito. Hey boys, Fox zegt op Palito, want ik weet niet, ik denk dat ze nou wat gaan flikken. Ik ben er al bijna bij Palito. Meer mensen richting Palito nog dan? Ja, Palito, ja, huiszoeking, Palito. Ja, nu boys, huiszoeking. Weg. Jij moet afleiden, Arthur. Welk huis? De pans. Garage. Schiet gewoon losse vlotten, ze krijgen toch niet hadden. Schiet niet gericht. Er staat nog steeds staf bij, met 4 DSI erbij. Fuck, kijk, ik spreek het allemaal. Wat gebeurt hier met die auto? Ik kom nu aanrijden vanaf links sneller. Dat is nou allemaal de bedoeling, want nou snap ik zelf ook niet meer zo.
openbaar. Ja, kijk, als we op deze manier moeten met sinds begin punt 1 al zoveel gejankt en nu weer gejankt op het moment dat we gewoon alles goed hebben. Helemaal maar, nee, net niet, net mag, niet, maar... Mag ik even vragen wat nou precies de bedoeling is? Want kijk, de enige informatie die wij dus hebben gehoord is... iemand bleef nog wachten bij de gevangenis. Wij reden naar de stad toe en vervolgens zeggen ze... Ja, die helikopter die vliegt meteen weer van na 10 seconden vliegen ze richting Palito. Dus één iemand die volgde die helikopter. En toen dachten wij van, nou ja, daar roepen we elkaar weer allemaal bij op. En toen reden we hier naartoe en toen zagen we dus de goden staan. Dus wij, ja, nee, wij weten ook van niks, zeg maar. Het zijn nou, ja, even de duidelijkheid, ik ben er gewoon tussen gekomen, maar er gewoon meerdere fouten zijn gemaakt. Ik bedoel, iemand staat hier gewoon fictief geboeid door verschillende budget-eenheden. En wordt gewoon niet geluisterd, er worden wapens op hem gericht. En daarna rent hij gewoon weg. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Er werd gewoon heel snel gehandeld door de DSI. Ze droppen hier de persoon met een heli. Ze gaan naar het huis toe. Ze zeggen gewoon, je krijgt een huiszoeking. En we hebben er een bevel van. Er wordt gevraagd om een screenshot te sturen. Nou, dat is normaal. Dat gebeurt vaker. Ja, nee, dan ga ik heel eerlijk zeggen. Als jullie hier al waren geland, dan hebben wij gewoon, dan hebben jullie gewoon gewonnen op dit gebied. Dus niet zo. Jullie hebben het dan heel slim gespeeld met zeggen in ons protokanaal die jullie nog wisten van, joh, jullie hebben gewonnen. Om vervolgens toch het door te zetten. Dat is gewoon mijn... ik weet niet, volgens mij is iedereen daarmee eens, toch? Ja, natuurlijk al. Ik was dat je denkt, ja, het hoeft voor mij niet meer. Maar ik denk dat als we het nu doorzetten, dan gaat het alleen maar gemaaid worden. Dus, ja. Ja, nee, dan wil ik het denk ik afronden nu. Dan gaan wij gewoon weg en kunnen jullie doorgaan met wat jullie willen doen. Ja, het is heel spijtig, maar het is wel gewoon de eerlijkheid. Ja, dankjewel. Ik zeg je wel heel eerlijk, ik denk dat... Wacht even. Ik ga even knuffelen. We gaan heel best op de foto. Ja, ik doe toch via Rockstar. Alvin, je vindt toch... ik wou net zeggen, je vindt de Rockstar zo leuk. Oh, ik kan hem proberen te maken, maar dat doe ik wel mijn stafwesje. Hij heeft een thumbnail nodig. Wat een wapens, gast. Na zo'n scenario heb ik nooit gedacht dat dit zou komen, man. Zeg eerlijk. Ja, ze hebben gewoon eerlijk gespeeld dat Papito weg was gerend, zo wisten we ook allemaal niet. Ja, eerlijk is eerlijk, ze waren gewoon op tijd. Ze hebben heel snel gehandeld.